Minister Mahon, ladies and gentlemen. I'd like to thank by start Hallo iedereen, bedankt. Heel en de onafhankelijke ziekenfondsen en het Belgische voorzitterschap voor deze conferentie. Het is een genoegen om hier van start te mogen gaan vandaag. Met al deze vertegenwoordigers en wetenschappers. Duurzame mobiliteit en de impact op de gezondheid is belangrijk. Het is een unieke opportuniteit om hier te tonen wat samenwerkende acties tot stand kunnen brengen. En gezien de verkiezingen die eraan komen en de institutionele beleidslijnen, het is toch nu een zeer goed moment om te kijken naar de vooruitgang die we al gemaakt hebben, maar ook om samen te werken en samen toekomstige punten te identificeren om die zuivere lucht te gaan garanderen voor iedereen en meer bepaald in onze steden. Hiervoor is natuurlijk samenwerking nodig door alle betrokkenen en daarom ben ik zeer enthousiast om de samenwerking hier te kunnen met mijn eigen ogen te zien vandaag. Er zijn drie grote boodschappen. Onze actie rond zuivere lucht op Europees niveau is zeer belangrijk, vooral in onze steden. Ten tweede, heeft de commissie een groot aantal nieuwe wetgevingen uitgebracht om deze uitdagingen het hoofd te bieden. En dan wil ik ook nog iets specifieks zeggen over hoe dit zich vertaalt in de steden en het werk dat we daar uitvoeren. Ik moet niet meer gaan benadrukken hoe belangrijk die zuivere lucht nu is. Het is fundamenteel van de Europese Green Deal. Het is een strategie voor duurzame ontwikkeling, voor klimaatneutraliteit en een natuurpositief Europa door vervuiling van water, bodem en lucht drastisch te gaan verminderen. We willen ons ertoe verbinden tot een nulvervuiling te komen. Ik heb het net al gezegd. Dit hangt natuurlijk vast met de brede agenda rond klimaat en de vooruitgang die we via deze commissie hebben al geboekt. Het werk dat we doen rond die nulvervuiling en de groene digitale transitie. Op Europees niveau moeten we deze verbintenissen ook gaan ondersteunen met financiële ondersteuning, met EU-budget en de post-COVID-fondsen enzovoort. Zo kunnen we een echt verschil gaan maken voor de lidstaten, lokale gemeenschappen en steden om die uitdagingen aan te gaan om vervuiling te beperken. Zuivere lucht is echt een kernpunt in het werk dat we doen. Particulate diseases, which are exacerbated, as we know, by particulate matter and nitrogen oxides in our air. And despite the stikstofdioxide in onze lucht en ondanks de lucht die aanwezig is, is de slechte luchtkwaliteit echt een zeer belangrijk punt in de gezondheidszorg, de gezondheid van de bevolking. Er is een heel hoog cijfer voor vroegtijdige sterftes. Vooral in stedelijke omgevingen, daarom dat we daarop focussen. We hebben heel wat vooruitgang gemaakt de laatste jaren en vooral in het mandaat van de commissie. Zeer grote vooruitgang in zeer ambitieuze wetgevingen. En ik ga
Particularly, I was very happy to be part of the negotiations on the revision of the ambient air quality directive, and like others, delighted that we are now so close. We zijn zeer verheugd dat er zo dicht bij de eindstreep veel mee gedaan wordt en dat het opgepikt wordt. De nieuwe richtlijn zet ons op een duidelijk traject voor afstemming met de WGO-standaarden en tegelijk ook wat flexibiliteit natuurlijk voor de lidstaten om de noodzakelijke aanpassingen door te voeren. Er is ook een impact van de industrie natuurlijk en de historische vervuiling van huishoudens bijvoorbeeld. Worden veel inspanningen geleverd om te verzekeren dat we de informatie van het publiek gaan verbeteren over de luchtkwaliteit. Als ook denken bijvoorbeeld aan sancties die kunnen worden toegepast. Ik heb er het volste vertrouwen in dat de Euro 7-standaarden voor bijvoorbeeld emissies van voertuigen, dat het er goed uitziet en dat we moeten blijven eraan werken in de komende jaren. Transport is een zeer belangrijke dimensie en ook een oorzaak voor luchtvervuiling, dus daar wordt ook veel aandacht aan besteed onder de Green Deal. Daar hebben we zeer ambitieuze doelen voor opgesteld om gemotoriseerd transport te gaan aanpakken en dus met prioriteit voor duurzaam transport. Daar hebben we ook heel wat initiatieven genomen om beleidslijnen op te stellen en een strategie voor uitgestippeld. Ook op Europees niveau. Dat is ook een gezamenlijke verklaring van het parlement en de commissie over dat bepaald punt. En zo door die richtlijnen te gaan implementeren. Ik wil toch nog even gaan focussen op het werk dat we doen in de steden natuurlijk. Er zijn initiatieven zoals Green Cities. Het gaat zoals een vrijwillige verbindenis van de steden. Zo kunnen ze vooruitgang boeken op een brede waaier aan doelen. Maar vervuiling, economie enzovoort en de bevordering van groene ruimtes zijn belangrijke punten. Dat omvat wat de klimaatuitdagingen in steden vertegenwoordigen, waar heel veel steden in Europa mee te maken hebben. Er zijn Green Leaf Awards, waar dan steden met elkaar eigenlijk gaan strijden om een zekere titel aan de haak te slaan, natuurlijk. En dan zijn we natuurlijk zeer geïnvesteerd in die awards. Wat ik hier vandaag ook zeker wil doen, is het hebben over de missie op Europees niveau en door een bewustmaking te hebben. Er zijn 100 steden doorheen Europa die klimaatneutraal zullen willen worden tegen 2030. En we zijn blij dat er daar 4 Belgische steden onder vallen. Net vorige week was er een zeer dynamisch evenement om de plannen te krijgen van een Brussels hoofdstedelijk gewest voor het klimaatcontract dat zij hebben voorbereid. Leuven en Antwerpen zullen ook nog plannen indienen en La Louvière. Het werk dat we doen via de missie, ook al focust het op klimaatneutraliteit, toont toch ook aan dat we
vooruitgang moeten boeken op de volledige klimaatuitdagingen, waar luchtkwaliteit een onderdeel maar van is. Het werkprogramma voor dit jaar dat we onlangs hebben gepresenteerd, houdt 20 miljoen euro vrij om te gaan werken aan die luchtvervuiling in de steden. Dus kijk er gerust eens naar. En voor de toekomst denk ik dat we een zeer uitdagende agenda hebben. In het volgende mandaat zullen we moeten verschuiven naar van ontwerp en onderhandelingen naar implementering en actie. En het werk dat we doen via de steden zal dan zeer belangrijk zijn. Zoals we weten, leeft 72% van de bevolking in de steden en dat zijn belangrijke factoren voor de broeikasgassen enzovoort. Dus we moeten verder werken. Laten we die opportuniteiten aangrijpen, samenwerken om de EU-ondersteuning te gebruiken, aan te wenden, zodat we meer wendbaar zijn, weerbaar worden. We verschuiven nu naar de nieuwe fase van implementering van die Green Deal en de steden zullen een cruciale rol spelen voor ons welslagen. Samen kunnen we streven naar een toekomst met zonder vervuiling. Dank u wel, iedereen.